waarom heb je deze manier gekozen? Waarom heb je deze manier gekozen? Er stond zeg maar, bij de beschrijving stond heel veel met creativiteit en inspiratie. En ik wil na mijn opleiding, nu wil ik de theaterschool gaan doen. En dan moet je ook gaan schrijven en stukken maken en dat soort dingen. En daar ben ik al wel mee bezig, maar ja, ik dacht, nou, misschien kom ik hierdoor wel tot meer inspiratie voor andere dingen en meer creativiteit. Dat het bevordert, zeg maar. En dat had je bij andere minor, dat je dat helemaal niet. Als ik het gewoon even binnen de minor hou, bij de workshops, soms een heel dubbel idee erover van, ja, het kan wel en het gebeurt wel en je voelt het wel, maar dit en dit en dit, weet je wel. Het zit altijd wel maar achter van, is het niet te zweverig en dat soort dingen. Maar als ik het puur thuis in mijn eigen leven, zeg maar voor mezelf, bekijk, heb ik wel echt goede ervaringen. Bij het zingen en bij saxofoon spelen, maar en dan het improviseren erbij. Dus dat je echt zelf iets moet verzinnen. En dat durfde ik nooit zo goed. En door de minor heb ik wel maniertjes geleerd van Hans, onze leraar. Waardoor je dat voor jezelf goed kan oefenen. En wat zijn je manieren om te mediteren? Nou, gewoon elke ochtend, bijna elke ochtend, 40 minuten stilzitten, zeg maar. En zo echt, gewoon echt mediteren. En verder vind ik yoga echt heerlijk. En ik heb bij mediteren nog wel eens dat je zo'n gedachte krijgt. Dan noemen ze dan zo'n pop-up. Dat je zo'n gedachte krijgt en die moet je dan uitschakelen. Nou, dat lukt allemaal op zich wel. Maar als ik uit yoga ben, dan heb ik eigenlijk bijna geen gedachten meer. Omdat je dan toch met iets bezig bent. Dus dan focus je echt helemaal daarop en je zit niet alleen maar stil. En ja, dat vind ik gewoon heerlijk. Het mediterende effect in de flow is zeg maar jezelf helemaal leegmaken. En gewoon nergens meer aan denken. Gewoon echt het denken los kunnen laten. En ja, dat kan tijdens de flow heel goed. En tijdens het mediteren ook wel. Maar tijdens het mediteren is het misschien toch ietsje confronterender. Omdat je dan wel telkens gedachten op krijgt. Waar je niks mee moet, terwijl je al niks aan het doen bent. Dus dat is, ja, dat vind ik gewoon wel wat moeilijker. Voordat je gaat mediteren, bij elke gedachte niet op ingaan. Dus dat weet je wel. Of dat voel je wel, dat je daar niet op in moet gaan. Maar ze komen toch. Dus, ja. Maar je denkt dan niet, oh shit, ik moet er niet op ingaan. Nee, want dan ben je weer aan het denken. Je gaat er gewoon niet op in. Want als je denkt, oh, ik moet er niet op ingaan, dan ben je er al op in aan het gaan. Dus dat werkt niet. Ik wil later wil ik theaterdocent worden en daar wil ik wel iets van soort van mediteren uit deze minor mee combineren. En dan vooral een stukje dat mensen zich heel erg, en dan vooral kinderen, jongeren, zich heel erg bewust worden van zichzelf. Maar of ik dat echt met het mediteren qua 40 minuten stilzitten wil doen, dat weet ik niet. Maar bij een andere vorm is zeker wel met yoga, want dat is ook gewoon heel lekker voor je lijf. En dan, ja, als je theater gaat spelen, moet je ook een beetje loszitten, weet je wel. Dus dat is wel echt iets goeds. Dat je gewoon ja, het bewust worden van jezelf, dat is wel heel belangrijk. Dat wil ik ook wel overbrengen op anderen. Wat ik van de minor vind, ik vind de minor heel goed. Ik had het wel, ik was sowieso niet echt de verwachting erbij. Maar ik vind het echt wel pittig persoonlijk ook. En dat is wel echt heel goed hoor. Want ik ben me wel, het gaat ook een beetje over, ja, wie ben je, weet je wel. Dat zeggen sommige mensen dan als slogan van, ja, ik wil, of als vraag van, ik wil weten wie ik ben. Dat heb ik helemaal niet, want ik weet al wel wie ik ben. Maar het is wel nog echt dat extra stukje van, oh ja, hier moet ik aan werken en hoe ga ik er dan aan werken. Dus dat is wel echt voor mij wat de minor echt meegeeft. En er komen ook heel veel verschillende manieren langs in de workshops. Waarin je dat kan leren van oké, hoe en wat en hoe word je bewust van jezelf en dat soort dingen. En dat bewust worden van jezelf, dat ben ik onder andere al wel behoorlijk. We zitten al 5 weken dat allemaal te doen. Maar ja, hoe je ermee omgaat en zo, dat vind ik wel leuk in de meiden. Vind ik wel goed. En dat met spiritualiteit, dat ja. Ik weet niet of ik het echt spiritualiteit zou noemen. Ik vind niet echt iets minder leuk aan de minor. Maar ik vind wel dingen wat voor mij minder werkt, zeg maar. Bijvoorbeeld, ja, als het toch iets te zweverig wordt of zo. Van, nou, we gaan nu moeder aarde toespreken en
dan komen we dolfijnen in Matrix en dan dwalven Matrix binnen en zo. Ja, daar heb ik echt totaal niks mee. Dan denk ik, ja, hallo. Dus dan, ja, daar heb ik gewoon... Maar daar kan ik niks mee. Maar anderen misschien wel, maar ik niet. Dus dat, maar dat vind ik niet... Ik vind het daarom niet minder leuk. Maar dat werkt gewoon niet voor mij. Dus ik vind eigenlijk... Nee, ik vind de minors echt gewoon echt, echt heel erg leuk. Alleen sommige dingen werken gewoon niet. Dat is het eigenlijk meer. Ja. En voor anderen werkt het misschien wel. Het is goed dat ze aangeboden worden. Dat is het meer.